Heel spannend. Doe rustig, maatje. Ik ga alleen naar de speeltuin en jij mag niet mee. Het oog van hier tot Tokio. Het is nu ons moment. Het is ochtend en een nieuwe dag van de week. Yay. Ik ga even een stukje lopen, want echt, mijn moeder en mijn vader hebben geen vakantie meer. Levin die werkt ook. Ruby die ligt nog te pitten. Ik heb wel nog vakantie. Ik wilde eigenlijk naar de sportschool, alleen ik heb even geen vervoer. Want Levin heeft dus een fiets. En ik kan nog niet alleen met de auto ergens naartoe. Maar voor nu los ik het wel eventjes op om lekker te gaan lopen. Oh, en jongens, vanmiddag ga ik echt iets leuks doen. Ik vind het heel spannend. Want ik heb het nog nooit gedaan. Maar jullie gaan het allemaal zo meteen zien. Weet je wat ik echt de laatste tijd echt heel erg heb? Ik word zo erg aangekeken trouwens voor de mensen die hier voorbij rijden. Kijk, ik ben best wel geduldig met heel veel dingen. Ik kan best wel gewoon lekker alles op me af laten komen. Alleen wat ik nu heb met het huis bijvoorbeeld, dan denk ik echt, oh, daar kan ik echt niet op wachten. En ook omdat we nog geen zekerheid hebben wanneer we nou de sleutel krijgen. We hopen in oktober, maar waarschijnlijk wordt dat toch veel later. Omdat je eigenlijk alles nu een beetje aan het uitzoeken bent en bla 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 bla, wil je er eigenlijk gewoon nu wonen. Maar we moeten nog heel even wachten. Ik heb inmiddels een beetje aangekleed en ik ga zo meteen naar mijn kapperafspraak. Auw, dat... Oké, ik ga nu vertellen wat ik ga doen. Ik ga dus voor het eerst mijn haar verven. Ja, dat vind ik echt... Nou, het zijn meer... Ja, het... ik weet het niet. Ik vind het wel een beetje spannend. Ik ga nog niet zeggen met welke kleuren en ja, dat moet je allemaal maar gaan zien. Ik ga nu even een tussendoortje eten. Super simpel, lekker en bevat niet veel calorieën en shit. Gewoon rijstwafel met kipfilet. Nou, Ruby gaat even met me mee. Ja. Iets spannend? Ja. Dankjewel. Maar goed. Ik wil dit echt al heel graag. Ik wil het echt al heel graag. Ja, echt al heel lang en ik wil het heel graag. Nee, ik wil het niet heel lang, want ik heb vorige week echt pas gezegd tegen mama en toen wilde ik het. Groen. Ja, doe rustig, maatje. En is toch nog stil? En toen dacht ik, toen zei mama, oh, ik vind dat wel leuk. En toen dacht ik, oké, gelijk inplannen die app. Waag het om naar rechts te komen. Waag het. Gassen. Kijk op je telefoon, die gaat echt pieken. We zijn een beetje te laat, omdat zij niet op tijd klaar kan zijn. Het is ook echt altijd hetzelfde. Ja, sorry. Oh, die gaat nu al remmen. Gaat 500 meter voor de bocht. Ja, prima. Haast hebben in het verkeer is echt niet oké. Nee, daar word je echt boos van. Ja, ze werd net ook al boos op een persoon. Ja, maar die kon ons ook echt niet rijden. Echt heel kut. Ja. Oh, gaat hij het moment dat hij de afslag neemt, gaat hij zijn richting aanwijzen doen, gaat hij remmen, dan gaat hij. Ja, en daarvoor, toen zag hij jou aankomen rijden, wilde hij invoegen. Ja. Terwijl hij dat nog helemaal niet kon. Nee, meloot. Meloot. Dat is een kutboot. Voor degene, je weet het, meloot. Ik zie een foto van dit naar mama. En ze vindt het misschien nog wel spannender dan ik zelf. Ik hoop dat het mooi is. Nou jongens, ik ben klaar. Ik weet niet of je het goed kan zien in de zon. Ik zal zo meteen wel even in de schaduw. Oh wacht, hier, schaduw. Kijk.
Oh, ik ben echt heel erg blij mee. Ik heb eindelijk gewoon echt wat lichter haar, want ik vond mijn haar gewoon echt veel te donker. En ik vond het gewoon niet meer fris, want ik had altijd heel veel kleur in mijn haar. Alleen de laatste tijd werd het steeds donkerder. En steeds meer één kleur en bruin gewoon. En dat vond ik gewoon minder mooi. Dus nu ben ik weer helemaal blij. Jongens, ik ben met de enige echte. Nu moet ik. Ja, nu Jeremy. Moet ik. Ja. Hoi. Wij gaan Starbucks halen. Ja. Want dat wilden we eigenlijk al heel lang samen doen. Omdat we allebei een soort van een lichte leven. Verslaving oh. hebben. Oh, ja, ja. Ja, leven. Ja, we leven op Starbucks. Oh, dat. Oh. Ja. We zijn zo niet op één lijn op dit moment. Nee. Maar goed, dus we gaan lekker even genieten van in de drive. In de drive-in. Ja. Voor het eerst ga ik in de drive-in. Voor het eerst vind ik zo gek dat je dat zegt. Ja, dan moet je mij maar meenemen. Nou, let's go. Nou, let's go. Vroom vroom. Vroom vroom. En muziekje. We staan stil. In de file. Jeremy, wat heb jij voor mij besteld? Ik ben het alweer vergeten. Wacht, niks. Hoe begon het? IJs. IJs? Wacht, ik weet het, wacht. IJs, latte, café, karamel. Is zeg je het weer? IJs van... Latte, ijs, karamel, café. Nee. Hoe heet het? Je zegt... Je op zich wel. Altijd zeg je. Je zegt alles andersom. IJs, café, latte... Karamel. Zij weet wel wat ik bedoel. Ja, ja. IJs, latte, café. Nee, café, latte, café. Ja, ja. Zo, tering. Oké, nou. Wat heb ik? Kokosmelk met koffie. Vanille latte met kokos. Vanille latte met en kokos. En een macadamia cookie. En een... Hij neemt het helemaal niet. Lemonloaf. Ja. Hier is de latte. Dankjewel. Oh, tering. En de latte. Dankjewel. Is dit het? Ja. Hey Angel, ben je terug? Hoorde je me niet? Nee man, ik heb je lang niet gezien. Hij kent gewoon de medewerkers. Oké, ik vertrouw je. Zo cute, waar gaan jullie in je leuke outfits? Hier, in de auto. Koffie drinken. Jij gaat zo vaak naar de Starbucks dat je de medewerkers kent. Gewoon. Ja, wat goed, erg. Ja. Hey, inmiddels zijn we bij de KFC beland. Hoe zijn we hier? Is het KFC? Het is KFC, hè? We gaan kip eten. Kip eten. Maar na de Starbucks hadden we toch wel honger, want het is wel een beetje etenstijd. We? Nee. Nee, wacht even. Dit moet... Rectificatie. De moeder van Kia appte dat ze te laat was met eten. Oh, ja, ik was te laat tijd voor het eten. Dus toen moesten we wel. Ja. Ik ga alleen naar de speeltuin en jij mag niet mee! Oké. Doei! De deur zit op slot. Heb je kinderen? Oh, jammer. Als ik ga rijden, doet hij hem automatisch op slot. Ja, maar niet voor buiten. Om van buiten naar binnen, maar niet van binnen naar buiten. Kijk. Zie je? Oké. Ja, je hebt gelijk. Bedankt. Arm uit het raam door. Vrem! Wij zijn aangekomen bij de Mac, want de KFC was vies en die hadden niet ook... Ze hebben zelfs ons water niet in die tas, hè? Ik heb wel een mooie traan. Ik heb echt poepogen van hier tot Tokio. Ik heb 500 keer gesnoest. En ik ben nog steeds kapot. Maar het komt gewoon echt omdat... Maar er zit een bultje op mijn ooglid. Ik wil gewoon echt mijn ogen dicht houden. Dit is mijn poephoofd als ik net wakker word. Omdat ik dit erin doe, oké. Nou, als je nou nog even een leuke trui of hoodie wilt, dan ga even naar mijn website. Linkje staat in de beschrijving. Oké, ja. Het is vandaag heerlijk weer. Dus wat gaan wij samen doen? Terrasje pakken. Waarom niet? Ja. Wat is er?
Er is niks. Jij praat tegen mij en ik praat er. Dat is het. Vind je mijn haar leuk? Oh, dat ga je aan me vragen in de camera. Ik heb het 10.000 keer gezegd dat ik het heel erg leuk vind. Wat vinden jullie van Kira haar? Laat het even weten. In de comments. Kijk eens hoe leuk. Allemaal blonde plukjes. Blond grijs eigenlijk. Beetje assig. Ja. Leuk, ik vind het mooi. Ja. Ik ben er ook heel blij mee. Je hebt nu dezelfde kleur als mama. Ja, een beetje wel, hè? Oh, dat vind je leuk. Ja? Ik ben grijs. Ja, maar dat is gewoon mooi. Oké, nu ook even, wat vinden jullie van mama's kleur? Het is gewoon haar eigen kleur. Ik heb al jaren niet mijn haar gekleurd. Dus dit is en mijn eigen kleur. Ja. En even aan deze kant inderdaad. Prima. Ja. Ik heb het al jaren niet gekleurd. Ik vind het helemaal mooi. Gewoon grijs. We gaan. Wil jij rijden? Ja, tuurlijk wil ik rijden. Dat is geen vraag, mijn mama. Dat is geen vraag. Kan hem. Oh my god. Dit is echt een sauna. Mama, vind jij toch ook warm? Dit vind ik ook warm. Au, dit doet zeer. Het stier is warm. Oh ja, daar hebben wij. Laat je tasje om, nee, prima. Ja, dat is toch gewoon een crossbody tas. Een crossbody tas achter het stuur met een gordel. Oh nee, maar dat mag niet. Oké, prima. Ja. Doe rustig. Ja, ik ben rustig. Ik help je gewoon. Kia gaat voor het eerst tanken, jongens. Hoe vind je het nou, Kia? Ik heb wel eens vaker getankt, hoor, bij de scooter. Oké, maar niet bij de auto. Niet bij deze tutut. We zijn nu bij het stadje vlakbij ons huis. Volgens mij ziet het er echt super gezellig uit. Het ziet er heel gezellig uit, ik ben er al eens geweest. Oh, echt? Ja, echt heel leuk. Nou, ik zal even wat surbeeldjes maken, dan hebben jullie een idee hoe het er allemaal uitziet. Het eten was heel lekker. We zijn lekker uit eten geweest. Dat is het. Dit was de videovlog. Wat heb ik ervan? Dank voor het kijken. En tot de volgende video weer.